Leuk dat je kijkt. Dit is de nationale bietwedstrijd van Bit72, week 37. Bob en ik hebben de handen weer geboden en ik laat je nu meekijken over de schouder van Bob. Bob biedt hier met mij de vierde hand. En hij zit op de eerste hand en hij mag openen. En hij opent 1 hart, 11 punten. 6 kaart harten, zeker geschikt om te openen. Er komt 1 schop ertussen en je maat biedt 2 ruiten. 2 ruiten betekent, het is niet match forcing nog. Dat betekent, ik heb ruiters en ik heb 10 of meer punten. Zuid doet vervelend. Zuid biedt hier 3 schoppen. Preemptief bod. Ontneemt een heleboel biedruimte. Ik zeg, als je het leuk vindt om met Bob mee te denken, zet hem even op pauze. Kijk daarna verder. Wat zou je bieden met de hand van Bob? Hij zat best een beetje lastig. Hij kiest ervoor om 4 harten te bieden. En toen was de bieding klaar. Ja, waarom biedt hij eigenlijk 4 harten? Ja, eigenlijk een aantal redenen. Hij heeft een singleton schoppen, wat natuurlijk zijn kaart echt wel sterk maakt als de tegenpartij allebei schoppen biedt. Ja, en hij weet dat zijn partner mogelijk lastig zit. Want als de bieding gaat 3 schoppen pas pas, ja, met wat moet zijn partner dan bieden? Dus hij probeert zijn partner een beetje te helpen. Zeker ook omdat partner nooit 3 kaart harten mee heeft. Want met een 3 kaart harten had hij gesteund. Dus om problemen voor te zijn, biedt hij 4 harten. Was de juiste keus. 60% deed dat met ons mee. Aantal mensen zitten in 5 ruiten. Ook niet zo gek. En voor de rest zijn er nog wat andere contracten waar mensen in eindigen. Ik zeg dankjewel voor het kijken. Dit was een nationale bietwedstrijd. Als je het leuk vindt, dan abonneer je op de nieuwsbrief. Of je abonneert op de YouTube kanaal. Kost helemaal niks. En je gaat niks missen van het leuke bridge aanbod. Ik zeg tot volgende week. Bob en ik gaan de handen bieden en ik wens jullie ook veel succes. De groetjes.